Ik heb tortilla, Spaanse tortilla, courgette soep. En ik heb een. Even kijken, een lekkere lasagne gemaakt. Martina heeft alles uit de kast gehaald. Ze vindt het speciaal om de Groningers te gast te hebben. Ja, ik ben blij dat ik iets voor ze kan doen. Martina voelt wel een bepaalde verbondenheid met de Groningers. Ja, het gevoel van schaamte, dat je als profiteur wordt neergezet. Of de ellenlange gesprekken met experts, verzekeringen. Hebben jullie ook gehad? Ja, nog steeds. Voelt niet prettig, denk ik. Nee, absoluut niet. Buiten het feit dan dat het water ook verschillende dingen met je meebrengt qua trauma. En dat je nog van wakker ligt. Maar ook het feit dat je nog steeds hier nog elke dag mee bezig bent. Martina heeft de Groningse Iris Werkman met haar gezin op bezoek. En ook Iris ziet overeenkomsten met haar situatie. Geestelijke schade. Je moet wel verplicht tussen haakjes verhuizen. Je zit in een wisselwoning. De schade die ze hier hebben gehad, dat is natuurlijk ook hartstikke erg. En daar kan ik me ook gewoon geen voorstelling bij hebben. Maar het is allebei schade. Zowel aan de buitenkant als zeker ook aan de binnenkant. De Limburgers en de Groningers begrijpen elkaar dus goed. En ook al kunnen ze niet veel aan elkaar situatie doen, praten met iemand die weet wat je doormaakt, helpt. Soep. Dat is lekker. En dat doen tijdens een goede maaltijd, dat kan ook geen kwaad. Annie, wat zegt ze dan? Hartelijk? Eten. Oh, lekker.